jaar presenteert de gemeente Amsterdam een sociaal jaarverslag. In dit verslag blikken we terug op een aantal mooie prestaties die we in 2018 behaald hebben. Omdat een collega of een groep collega's zich hiervoor heeft ingespannen. In het sociaal jaarverslag 2018 lees je dat we altijd in touw zijn voor de stad. Door Amsterdammers te helpen hun huishouden op orde te houden. Door het inzetten van de nieuwste technologieën om de straten schoon te houden. En door onze straten bereikbaar te houden voor voetgangers en fietsers. Je leest dat we ons ook buiten ons werk inzetten voor de stad. Bijvoorbeeld door op zaterdag bijles te geven aan scholieren. Door verkiezingen te helpen organiseren. Of door, ook al ben je met pensioen, rondleidingen te geven bij het werk waar je gek op was. En dat we ons als ambtenaar en persoonlijk blijven ontwikkelen. Als kunstenaar bijvoorbeeld, en waarom dat zo leuk is. Door onze talenten te ontdekken en te benutten. Of door iedere paar jaar van baan te verwisselen. En ben je benieuwd hoe onze collega's denken over thema's als diversiteit of vitaliteit? Ook dat kun je zien. Tot slot hebben we alle belangrijke cijfers op een rijtje gezet. Hoeveel mensen werken er eigenlijk bij de gemeente? En hoe oud of jong zijn ze? En welk deel van de topposities wordt ingevuld door een vrouw? Het Sociaal Jaarverslag 2018 geeft een inkijkje in wat wij als gemeente Amsterdam zoal doen en belangrijk vinden. Bekijk het verslag op www.amsterdam.nl/sociaaljaarverslag.